af en toe wankele verdediging toch wat in de problemen kan gaan brengen. Dit zijn de opstellingen links Gent. Vinicius onder druk gezet. Kijk, dit is gevaarlijk spel daar bij KV Mechelen achterin. Dit is de kans voor Gent en daar Koeken. Die de 1-0 voorkomt is Soudali. Zelf trappen of toch die bal geven. En een tweede keer dat ze daar bij KV Mechelen achterin. Niet al te zekere ogen. Het was Vinicius tegen Eupen. Dat zit ook altijd. Dan krijgen we opnieuw een beter moment voor de Buffalo's. Weer de ruimte. Chicha gaat het misschien zelf proberen. Nee, meegeven. Opletten, Nourio. Nou, wachten, kijken. En dan de voorzet. En dan is het een hoekschop. Zomaar inleveren bij Schoofs, maar hij doet hetzelfde op zijn beurt bij Tissoudali. Malere heeft de snelheid. 1 tegen 1. Gaat dit zelf proberen, doet dat. En dan moet Koeken heel snel reageren. Israël hier van 21. Hij krijgt hier wat ruimte van Lillebergen. En dan komt hij op deze manier 1 tegen 1. Even de bal. En gaat hij zo Gigi achter de bal. Opletten, daar is de kans en dan gaat hij erin. En is het een cadeau die de bal binnen kegelt voor Gent. Nou, bezig aan een uitstekende wedstrijd. Op verdedigend vlak een cadeau. En dan komt hij eens mee opduiken daar. Weggespeeld. Het is toch wel de ploeg die het meest het doelpunt verdient. De manier waarop KV dit toch alweer weggeeft. Dus, moet je toch eerlijk zijn, alweer ongelukkig Sosa. Dan ziet die bal door zijn benen verdwijnen. Dan weer hij toch op een wat ongelukkige manier betrokken bij de. Van een Mrabti. Is toch wel een van de jongens die ze missen. Dit soort wedstrijden. Hermans. No Chicha. Geven. Tissoudali. Tissoudali. Koeken. Voet. Nourio tegen het achterhoofd krijgt. Gevaarlijk moment. Inleveren bij Ochicha. En Tissoudali. Moet het hier moeten en kunnen afmaken. Want als het 2-0 wordt. En de achtervolging. Een tikje. Malede. Malede. Koeken met de save. Er is Kums. Tissoudali. Gaat hij het nu wel afmaken? Tissoudali. Daar opnieuw Koeken. Mist wat overtuiging. Begon met goede intenties. De eerste 30 seconden. Snapt hier nu al twee keer. Of misschien zelfs drie keer. Een tegendoelpunt. Koeken. Uiteindelijk nog heel snel bij die bal. Nog geen 5 minuten gevoetbald in deze tweede helft door Gigi. Dit is de Saar. Dat scheelt heel erg weinig. Van Julien de Saar. Kon er eigenlijk niks anders meer doen met die bal. Dan zat Zwers er nog net even tussen. Maar moet zich opnieuw rekken. Maar hebben liever Malede. Nourio gaat het zelf proberen. Malede gaat hij het afmaken. Nee, trapt hem ernaast. Meegegeven met Nourio. Een goocheling bij Nourio Fortuna. Dan Malede. Die het zelf probeert. Maar zijn poging niet tussen de palen. Zo, Fittazzi. Chicha. Geen overtreding. Dan Kaya. Een goede bal hoor van over Kaya. Op Hugo Kuipers. Kuipers. Laat die trappen Kuipers. En dan Bolat. Toch met de nodige moeite. En ook de Poitre. Staan er twee klaar om erin te komen. Dit is die kans van Kuipers daarnet. Een hele goede bal hoor. Een poging van Hugo Kuipers. Niet evident. Toch nog een voetveeg nodig van. Misschien de grootste mogelijkheid zijn dat het 2-0 wordt, al weet je maar nooit. Misschien met een of andere tegenprik. Moet zeggen, hij heeft wat ruimte, gaat uithalen. Koeken alweer met een save. Alweer. Straks als doelman een buikenpartij als die van Koeken. Toch met lege handen achterblijft. Dan baal je sowieso.
Van Sinan Bolot is het Peire die een strafschop wil en gaat Gent nu op weg naar de 2-0. Hier is Jacques Vertazzi. Daar is Nourio en hij tikt hem binnen. En dan maken ze het af. En is het geen 1-1, maar wel 2-0 aan de andere kant in de blessuretijd. Uitstekend uitgespeeld door AA Gent. Kan hem klemmen. Was appel bij KV Mechelen. Voor een overtreding. Die werd niet gefloten. Dan is dit geen buitenspel voor Nourio Fortuna. Assist van Jacques Vertazzi. 2-0 staat op het bord. Wat doet Verbomen? Krijgt hij nog wat in zijn oortje gefluisterd of niet? Dat is de vraag. Nog eens aan Gent. Nog een intieme kans misschien. Misschien nog wel op zoek naar de 3-0. Latoyer. Probeert het van op afstand. Krijgt die bal niet tussen de palen. En dan is het afgelopen, oordeelt Nathan Verbomen.